De eerste deugd staat in hoofdstuk 26, vers 214 van de edele Koran. En waarschuw uw naasten. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kreeg een verplichting van Allah subhanahu wa ta'ala om de boodschap te verkondigen aan zijn naasten, dus aan de stam van Abdul Muttalib. En de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nodigde zo'n 40 man uit van die stam. Waaronder Al-Abbas, Hamza, Abu Lahab, Abu Talib. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaf ook een opdracht aan de leider over de gelovigen, imam Ali alayhi salam, en zei tegen hem, maak lamsvlees en yoghurt voor de mensen die worden uitgenodigd. Dus die mensen kwamen bijeen, het was een grote bijeenkomst. En na het eten wou de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam een boodschap duidelijk maken aan de mensen. Maar Abu Lahab verstoorde die dag de bijeenkomst. De volgende dag deed de profeet hetzelfde. Hij nodigde weer dezelfde mensen uit, liet imam Ali alayhi salam weer koken en maakte het eten klaar voor de mensen, voor de gasten die daar waren. Na het eten zei de profeet, wie wil mijn minister en mijn opvolger worden na mij in deze zaak? Ik ben gestuurd voor de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wilt mij helpen en wie wilt mij taak overnemen na mij? Dus de aanwezigen bleven stil. Als jongste onder hen. Kijk de dapperheid van imam Ali alayhi salam. Als jongste onder hen stond hij op en zei hij, ik, o boodschapper van Allah. Dus de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zei, dit is mijn broeder en mijn opvolger na mij, dus gehoorzaam hem. Kijk wat voor bevel het is van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hoeveel moslims vandaag de dag houden zich vast aan deze woorden van de profeet? Hoeveel moslims vandaag de dag houden zich vast aan het leiderschap van imam Ali alayhi salam, zijn loyaal aan imam Ali alayhi salam, zowel in aqida als woord als daad? علاك غصبا على أعداء